Het artiestengezelschap Sadie's Choice heeft afgelopen zaterdag de Touch of Jazz Award gewonnen met het nummer Insanity. De Touch of Jazz Award is een initiatief van programmamaker Sean Durham, die vanaf 1975 het radioprogramma Touch of Jazz presenteert op de radio. 7 jaar terug is hij begonnen met het uitreiken van de Touch of Jazz Award om jonge artiesten te motiveren goede muziek te maken. Durham geeft aan dat de winnaars van het vorig jaar hun award niet hebben ontvangen vanwege het afbranden van zijn woning. Sadie's Choice is een Nederlandse artiestengezelschap en is speciaal voor deze gelegenheid afgereisd naar Suriname. Merwin Sabayo, secretaris van de Touch of Jazz organisatie, haalde bij de uitreiking van de prijs aan dat Durham al enkele jaren aan de weg timmert voor wat betreft het stimuleren van zowel Surinaamse als buitenlandse artiesten. Het jazznummer Insanity is door de organisatie uitgeroepen tot Best Song of 2019. We brengen u een fragment van het nummer. Dit award, deze award, heeft hij dus toevertrouwd aan Sadie's Choice. Ze zijn gekomen deze week, hè? Ja. Ze zijn een week hier. Storm en al. Oké. Ze zijn hier en dat geeft aan hoe belangrijk Sean Durham is met zijn Touch of Jazz Award. Deze stimuleringsprijs is dus voor Sadie's Choice. En het is me een groot genoegen om het hier vanavond aan te bieden. Fall apart, knowing we're the only ones to hear each other's hearts. Bring your love on back to me. Stop this insanity before we go too far. We never lose our way and start to say love is a losing game. Dat was een fragment van het jazznummer Insanity dat is uitgeroepen tot Best Song 2019. Ronald Snijders is als lokale artiest ook in de prijzen gevallen. Met zijn nummer Mali wint hij de award voor Most Creative Song. Snijders was afgelopen zaterdag niet aanwezig, dus hij moet zijn award nog in ontvangst nemen. De uitreiking van de Touch of Jazz Award vond plaats tijdens de Royal Jazz Night in Royal Torarica.